Ja, het is zaterdagmiddag en dat betekent carnaval in Kussengat. De jeugdoptocht die gaat trekken. Hierachter komen ze. En je ziet het is ontzettend druk hier in Veghel. Dat gaat nog wat worden. Ties, de eerste, hoe is het om in dit pak te staan? Ja, is wel fijn. En dan, ja, je hebt al alle roem om je heen. Iedereen kijkt dan zo naar je toe van, ja, daar is de prins van Veghel. Ja, en op de achterkant, hè, dan staat het allemaal klaar, want je gaat nu met de carnavalsoptocht mee. Hoe is dat? Dat mogen we best wel heel leuk, want we mogen voorop. Dus dat betekent een beetje van, ja, ik leid het een beetje. En ook staan helemaal bovenop de wagen daarachter. En het is wel heel cool, ja. Ja, als ik het zo zie, dan lijkt het op een theezakje. Ja, dat klopt. Ik ben een echte English tea. En ja, we zijn van de Engelse geledigden. Dus laat je verrassen door al het Engels wat wij meenemen. Wat zie je er Engels uit? Ja, Engels thema. Want vanaf groep 1 tot groep 8 zijn we allemaal groep Engels aan het leren. Ah, en ken jij al Engels? Ja. Nou, zeg eens wat dan, a little bit. I'm Vigo. And you are here for? Carnaval. We zijn heel blij natuurlijk, hè. En deze keer, dat moeten we uitstralen. Als school zijnde. Voor iedereen. Dus smileys. Ja, het spreekt voor zich. Dus we hebben allemaal een ander gezicht gekregen. En daar stralen we ook uit. Wat is er toch allemaal aan de hand? Ja, niemand heeft de tijd voor mij. Helemaal niemand. Mijn vrienden hebben een nieuwe kroeg en ze zeggen niet welke. En dan komt daar dadelijk al mijn vrienden aan. En die hebben allemaal geen tijd voor mij. Heeft u een beetje tijd voor mij? Je bent een arme sukkel. Ik ben echt een arme supertje. Oh, sorry. Ja, veel plezier nog, hè. Ik denk dat het niet meevalt voor die jury. Nee, echt niet. Het is elke keer weer zo mooi om alles te zien wat ze doen en het komt ogen tekort. Ja, want je hebt alweer heel wat moois gezien, denk ik, hè? Er zijn hele mooie wagens al voorbij gekomen en er komt nog veel meer aan, hè? Nou, jij schildert niet volgens mij. Nee. Waarom niet? Dat vind ik niet leuk. Er komt allemaal verf in mijn vacht. En... Wat ben je dan? Een kangoeroe? Ja, een kangoeroe. En die kan niet schilderen? Nee. Nou, dan moet je maar springen, hè? Ja. Nee. Wat doen kangoeroes toch? Ja. Ja, zo'n borsaar zou ik ook wel willen. Nou, alsjeblieft. Nou, het lijkt wel een beetje zo. Dan kan ik met jullie meelopen. Gewoon meedoen. Ja, en hier hebben we het jeugdboerenbruidspaar natuurlijk, hè. Dat wordt nog een feestje komende week. Ja. Want wat gaan jullie doen? En dinsdag gaan we Vrienden voor het Leven. Vrienden voor het Leven. En wie is jouw vriend dan? Hoe heet hij? Luc. Ja, op het ven kun je bouwen, hè? Zeker weten. Want jullie leveren de prins vandaag. Prins Ties. Je loopt wel ver achter hem aan. Ja, jammer.
Nou, zo lijkt hij natuurlijk wel op een Lego-blok. En of vallen tegen, Harold? Wij zijn van de Ark en wij zeggen deze carnaval, gaan met die banaan. Gaan met die banaan en dus dan vandaag, doen jullie dat. Dat wij bananen uitdelen. En natuurlijk om nummer 17 een beetje te promoten. Wat staat er nou bovenop je hoofd? Een uil. Ja, en wat staat er nog bijgeschreven? Lach eens naar het vogeltje. Doe dat dan eens. Dat was fantastisch om te zien. Het was echt schitterend waar die kinderen allemaal de moeite voor hebben gedaan om er hier een mooi feest van te maken. Super, mooier kan het toch niet? Ja, en daarmee zit de eerste optocht hier in Veghel in Kusegat. Die zit erop. Morgen zondag dan trekt de grote optocht ook weer door Kusegat. Maar dan met prins Hannes III op de bok. Tot dan!